welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik weer een nieuwe make-up collectie testen van SheGlam. Het officiële make-up, een merk van Shein. En het is de Sunday Picnic collectie. Dit is de hele collectie. Je kunt hem gewoon zo halen als één groot pakket. Maar je kunt ook alle producten loshalen. Maar ik heb gewoon het hele pakketje gehaald voor deze video. Ik heb het niet ontvangen in PR ofzo. Ik heb het gewoon helemaal zelf besteld, zelf betaald. En ik ben heel benieuwd naar de make-up. Want SheGlam is super, super goedkoop. Er is gewoon geen in-between. Het is of heel goed of heel slecht. Dus ik ben benieuwd naar al deze producten. Ik hoop dat we weer een aantal goede producten gaan vinden. Of ja, ik hoop dat alles goed gaat zijn, maar dat is helaas vaak niet het geval. Maar goed, de collectie ziet er prachtig uit. Dus we gaan gewoon vandaag met z'n allen kijken wat we ervan vinden. Dus laten we snel beginnen. Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Oké, het is dus de Sunday Picnic collectie. Dus het heeft allemaal te maken, tenminste de verpakkingen hebben allemaal te maken met picknicken. Ik hou van picknicken. Ik heb het al heel lang niet meer gedaan. Ik zou het wel weer moeten gaan doen. Nou is het weer goed weer. Dus het is weer picknick tijd. En daar is dus heel deze collectie op gebaseerd. Ik vind dit pakketje echt super mooi eruit zien. Ik heb hem ook nog helemaal niet opengemaakt. Omdat ik het dus per se eerst aan jullie wilde laten zien. Zo komt hij binnen. Slechts €29,50 voor heel deze collectie. En je krijgt een hoop. Laten we het openmaken. En dit is dan hoe het er van binnen uitziet. Je krijgt cream blushes. Een lipolie set. Een fixing spray hier. En een groot oogschaduw paletje. En iets van een strik of zo. Ik vind dit er echt heel picknickachtig uitzien. Ik vind het echt super duper cute. Dus deze producten gaan we vandaag gebruiken. Even kijken. Ik ga even kijken wat deze strik is. Dit is wel echt heel cute. Ik ga stuk. I love it. Zal ik hem gewoon nou indoen? Ik ga gewoon zo'n halve staart maken met deze elastiek. Kijk hoe cute. Ik ga stuk. Wacht, ik heb hem echt niet goed gedaan. Dit is echt heel cute. I like it. Ik vind dit echt super duper schattig. Ja, zo is hij recht volgens mij. Is hij recht? Ik weet niet. Een beetje recht. Ik ga mijn haar gewoon zo laten. Oké, ik denk dat we gaan beginnen met het gezicht. Ik ga beginnen met de cream blushes. We hebben er dus 3. Er zijn 3 kleuren. En de cream blushes zijn alle 3 los te koop voor €3,50 per stuk. Kijk, dit zijn dan alle 3 de kleuren die je krijgt. Wel alle 3 een beetje roodachtig. Hele warme blushkleurtjes. Oké, welke kleur gaat denk ik het beste werken voor mij? Ik denk misschien deze kleur. Deze is wel mooi. Die andere 2 zijn best wel donker, zoals je kunt zien. Dus ik denk dat deze lichtste het beste gaat zijn voor mij. Dit is de kleur Afternoon Peach. Ik ga heel even een laagje foundation en concealer aanbrengen. Oké, ik heb foundation van Clinique aangebracht, concealer van Benefit en wat cream bronzer van Chanel. Nou ga ik in met de cream blush. Het is wel echt een heel klein potje. Dit is mijn normale cream blush kwast. Die is echt veel groter dan het potje. Misschien moet ik iets anders gebruiken. Ja, of misschien kan ik er gewoon wel zo in. Jawel, het lukt op zich wel. Oké. Het heeft veel pigment. Oké, je moet dus een beetje opletten met de pigmentatie. Want het is echt veel. Oké, dit was echt mijn fout. Dit ligt niet aan het product. De kleur is wel heel mooi. Ik heb echt de juiste kleur gekozen. Als je mijn huidskleur hebt of nog iets donkerder of nog iets lichter, dan is dit de perfecte kleur. En als je echt een donkerdere huidskleur hebt, dan gaan een van deze andere 2 kleuren perfect zijn. Brengt heel makkelijk aan. Dat wel. Ik heb het nou alleen iets te hoog aangebracht, maar dat komt echt door mezelf. Deze kwast is echt veel te groot eigenlijk. Maar het is echt fantastisch. Het is ook gewoon makkelijk aan te brengen zo met je vingers of met de spons, dat je er gewoon zo met de spons in gaat. Heel mooi. Ik ben echt impressed. Het heeft heel veel pigment. Dus je hoeft maar een heel klein beetje te gebruiken. Dan gaat de cream blush ook lekker lang mee. En het blendt echt fantastisch uit. I love it. Een hele mooie blush. Had ik niet per se verwacht, maar hij is echt heel fijn. En deze voor maar €3,50 is echt belachelijk. Oké, ik ga even de rest van mijn gezichtsmake-up afmaken en dan kom ik zo bij die terug. Mijn gezichtsmake-up is helemaal af. Ik heb eigenlijk niet heel veel meegedaan. Gewoon een beetje poeder, wat neuscontour, een beetje highlight. En dat was het volgens mij. Gewoon ja, mijn hele gezichtsmake-up is nou klaar. Nu gaan we beginnen aan de ogen met het oogschaduwpaletje. Het Sunday Picnic Eyeshadow Palette. Een heel klein schattig paletje. Ja, niet heel klein, een beetje medium. Niet heel groot, niet heel klein. Kijk even dit paletje. En dit is gewoon zo los erop. Dit vind ik echt heel apart. Dit heb ik nog nooit gezien in een paletje. En dit is dan de inhoud. Het is wel echt super basic. Echt gewoon alleen maar neutrale bruine kleurtjes. Ik mis hier ook een spiegel. Dat had ik ook echt heel leuk gevonden. Als ik zo kijk naar de verpakking, had ik het wel leuk gevonden als er meer warme rode kleuren hierin zaten. Of wat meer oranje kleuren of zo. Dit is wel echt super basic. Als ik er zo naar kijk, de kleuren zijn ook niet heel fel of zo. Ik zie niet heel veel pigment of zo. Ik weet niet echt of dit goed gaat zijn. Ik ga heel eerlijk zijn met jullie. Deze kleur lijkt wel heel mooi. Die lijkt echt super glanzend. Meer dan de rest. Oh nee.
De swatch is ook echt heel minimaal. Kijk even dit. Wel heel mooi glitter, maar wel echt heel minimaal. Ja, ik denk echt dat dit paletje niet echt je van het gaat zijn. Maar je kunt hier wel een hele mooie neutrale, makkelijke basic look mee maken. En ja, dat is dan ook gewoon wat ik doe. We zijn ingezoomd, zoals ik al net zei. Ja, het wordt dus gewoon echt heel basic, want ja, je kunt niet echt heel veel hiermee. Ik ga beginnen met de bruine matte kleur hier, die heet Best. Die gaat in mijn hele arcadeboog. Oogschaduwpaletjes van Chic Glam zijn nooit zo heel goed, dus... Ja, ik heb niet echt hele hoge verwachtingen of zo hiervan. Dan pak ik de bruine matte kleur daaronder, die heet Biscuit. En die gaat ook in mijn arcadeboog om het iets donkerder te maken. Er komt echt gewoon bijna niks van af. What the F. Je ziet wel een heel klein beetje kleur, maar het is allemaal echt heel minimaal. Het is gewoon meer een hint van kleur of zo, maar niet echt, ja, dat je denkt wauwie of zo. Dan pak ik deze heftige, glitterige, glanzende kleur. Die heet RSVP. Die pak ik gewoon een beetje met mijn vinger. En die breng ik dan gewoon zo aan op mijn ooglid. Die blendt helemaal niet uit, maar is op zich wel feller dan dat ik had verwacht. Die kleur is wel echt heel mooi glanzend, alleen hij blendt echt bijna niet uit. Waar je hem aanbrengt, daar blijft hij ook gewoon vast plakken en wil gewoon niet bewegen. Dus ja, aan de ene kant is dat goed, want dan blijft hij gewoon goed zitten. Maar aan de andere kant heb je ook wel iets van, ja, ik wil wel dat mijn make-up een beetje meeblendt, weet je wel. Dan pak ik de donkerste bruine matte kleur, die heet Dusk. En met die kleur wil ik een kleine wing maken. Oké, ik heb echt een mini baby wing gemaakt. Ik heb het ook niet helemaal tot aan de binnenste hoek doorgetrokken. Van ongeveer gewoon hier tot aan de helft, zoals je ziet. Die bruine kleur was wel oké. Hij is ook weer niet zo donker als in het paletje. Maar het is wel oké. Je kunt er wel gewoon iets mee. Maar hij is wel heel poederig, dus dat vind ik dan wel weer minder. Maar goed, het is gewoon wel gelukt. Dan pak ik deze licht glanzende kleur hier, die heet Sunbeam. En die wil ik dan een klein beetje aanbrengen hier in de binnenste ooghoek. Oké, en dan is eigenlijk de look basically klaar. Is het echt wowie? Nee. Zelfs voor 6 euro vind ik hem echt minimaal. Ik vind hem niet zo goed werken. De look uiteindelijk is wel oké geworden. Maar het is niet echt het beste paletje. De matte kleuren hebben bijna geen pigment en zijn best wel poederig. Die glanzende kleuren zijn wel heftig, maar blenden echt voor geen reet. Dus zelfs voor 6 euro en ondanks deze super schattige verpakking vind ik hem niet, ja, niet zo. Oké, ogen zijn helemaal af. Het enige wat ik nog heb gedaan is een likje mascara en that's it. Nu hebben we nog 2 producten over. En ik ga beginnen met de lip olie set. Dit zijn dus 3 lip olie, maar ze zijn niet individueel te koop. Het is wel altijd een set van 3 die je moet halen voor €9,50. Als je mij kent, weet je, ik hou van lipolie. Toevallig gisteren ben ik nog de hele avond weggegaan en heb ik ook een fijne lipolie opgedaan, dus I love it. Dus ik ben hier heel benieuwd naar. Ik denk dat je hem hier zo kunt openmaken of zo. Ja, denk ik. Wat moet dit voorstellen? Misschien om het gewoon zo vast te houden? Ik weet niet. Ja, ik ga stuk. Je kunt het gewoon zo vasthouden. Dat is wel heel grappig gedaan. Heel uniek. Dit is echt iets wat ik niet zou hebben bedacht. Maar goed, laten we ze gewoon even normaal openmaken. Ik heb gewoon dit eruit gescheurd. En dit zijn dan de 3 kleuren. Roze, rood en een donkerdere kleur. Oké, ze zien er wel goed uit. Oké, deze is een beetje glitterig en deze andere 2 zijn gewoon normaal. Ik ben stiekem heel benieuwd naar deze donkere. Dit is de kleur Chocolate Cake. Super leuk. En in het rood heet Cherry Cake en de roze heet Rainbow Cake. Dus alle 3 cake. Ik ga heel even de lipbalm die ik nou op heb eraf halen. En dan ga ik ze alle 3 opdoen voor jullie. Ik ga beginnen met deze roze glitterige. Oeh, zo'n grote applicator vind ik ook altijd heel fijn. Oh, ze voelen al gelijk heerlijk aan. Super glanzend ook. Ze ruiken naar helemaal niks. Was echt super cute geweest als ze ook naar cake roken. Maar ja, helaas. I love it. Niet heel veel kleur, maar ja, dat hebben dit soort lipproducten nooit. Heel glossy, dat vind ik altijd heel mooi. Nu ga ik voor rood. Oeh, deze ruikt wel naar iets. Aardbeikcake of zo. Taart. Aardbeitaart. Ja, ook weer heel fijn. Ik vind het vooral mooi dat ze zo glossy zijn. En je kunt hier ook goed het verschil zien. Deze is echt een stuk meer rood dan deze. Deze was echt licht. Heel mooi. Deze is echt prachtig. De lipolie voelen wel een beetje dun aan. Maar het is echt geen enkel probleem. Al met al voelen ze echt top aan. En vind ik er ook heel mooi uitzien. Deze is nou tot nu toe mijn fave. Nu gaan we voor deze donkerste. Die is een beetje bruinig. Oeh, deze ruikt naar chocola. Ik ga stuk. Super lekker.
Oké, deze laatste stelt een beetje teleur. Ik was hier het meest enthousiast over. Hij is wel net zo fijn als die andere en ook lekker glossy. Alleen de kleur, ik had hem toch iets donkerder verwacht en gewild. Hij is best wel, ja, je ziet niet echt heel veel kleur. Dus ja, dat vind ik wel een beetje jammer. Dus nou is eigenlijk mijn fave gewoon deze rode. Deze vind ik van alle drie het mooiste. Maar nogmaals, alle drie zijn super fijn, super glossy, heel mooi. Ik vind het echt een mooie set. En dan last but not least, als ik hem uit de doos krijg. Deze fixing spray. Kijk, deze verpakking, hoe apart. Dit lijkt op een gel of zo. Het lijkt niet eens echt op water. Echt een heel apart iets. En dit moet dus een mooie glow aan je gezicht geven. En ervoor zorgen dat je make-up langer goed blijft zitten. Oh, hij moet zo. Dit is echt de meest vreemde verpakking ever. What the fuck? Hij straalt gewoon van die straaltjes, zeg maar. Het verpest mijn make-up. Oh, nee. Nee, het verpest mijn make-up. Het is helemaal niet zo'n zachte mist. Het spreekt gewoon van die agressieve straaltjes zo op je huid. Waardoor het allemaal zo vlekken creëert op je make-up. Nou, dit is echt een faal. Het gaat de hele tijd van goed naar slecht. Nou mensen, dit was het dan. Dit was de She Glam Sunday Picnic collectie. Wat vonden we ervan? Let me know beneden in de reacties. De look overall is wel gewoon mooi geworden. Ik vond de helft goed en de helft niet goed. Wat ik zeker aanraad zijn de cream blushes en deze lip olie set. Deze twee producten zijn echt amazing. Of ja, deze alle drie. Deze twee zijn echt fantastisch. Ik raad ze allebei zeker aan. En ja, wat ik niet aanraad is basically gewoon de rest. Dit paletje is gewoon echt niet goed genoeg. Niet genoeg pigment, te poederig, blend niet goed, et cetera. Ja, en deze spray heb ik net gezegd, doet ook echt helemaal niks. En spreekt gewoon letterlijk straaltjes op je huid, wat je hele make-up verpest. Dus ik raad de helft aan en de helft niet. Ik ben vooral heel blij met deze lipolie. Echt super duper fijn. Ik hou van een goede lipolie. En het is allemaal zo goedkoop. I love it. En deze streek vind ik ook super cute. Maar ik denk dat je die volgens mij alleen maar krijgt als je echt deze hele box bestelt. Maar ja, dat zou ik dus nu niet per se aanraden. Aangezien ik letterlijk de helft niet goed vind. Maar ik vind hem wel heel cute om hem gewoon nu te hebben. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei!